We gaan nou echt iets heel leuks doen, want in het programma zit dan ook, dat is famous eigenlijk in die serie, de makeover. Daar kijk ik zelfs naar, vind ik fantastisch, want dan is er iemand en die wordt totaal veranderd eigenlijk, om te kijken wat er allemaal in zit. Gaan we nu ook doen. En de afgelopen week kon je via ons Instagram-kanaal gewoon jezelf opgeven. En er is één iemand die we hebben uitgekozen en dat is Madelief. Madelief, kom even deze kant op. Kim, kom er even bij. Kom even hier staan, zo, hier deze kant. Hallo Madelief, jij zag die oproep en je dacht, ik doe daar aan mee. Ja, ik vond het wel leuk en het leek me gewoon heel erg cool als ik gewoon gemake-overd werd en ja. Jij dacht, ik ga er gewoon voor. Ja. Vind je het niet spannend? Ik vind het wel een beetje spannend, maar ja. Je gaat er gewoon voor. Ja. Hey, en is zij een beetje modellen? Je bent heel lang, mooi gezicht. We moeten er eigenlijk niet zoveel aan doen, maar waar hoop je op wat ze gaan doen zometeen? Ja, ik weet niet. Gewoon, ik denk dat ze het nog ietsje korter gaan maken, mijn haar. Ja. En misschien iets van een krul erin of zo. Nou, je hebt er wel helemaal over nagedacht. Ja. Alleen, goed. Je gaat er niet over. Dat doet namelijk iemand anders. Marie van der Ven! Yeah. Ja, hallo! Ja, je weet natuurlijk wat de makeover inhoudt, hè? Ja, Mari, even duidelijk zeggen. Ja, knippen. Mari is stylist, visagist, doet al heel lang heel veel sterren in het land. Weet er alles vanaf. Dit is je materiaal. Mag alles? Niet echt helemaal. Geen stekeltjes? Nee, geen stekeltjes, maar... ik denk dat hij het wel goed gaat doen. Oh, wat spannend dit! Oké, jullie mogen naar de make-upruimte toe. Daar gaan jullie aan de slag. Straks zien we jullie terug. Heel veel succes. Geef er even een aanmoedigingsapplaus! Yeah! Spannend. Heel spannend, ja. Nou, zometeen daar meer over. En nou niet geluidsbuiten. Eerst even kijken. Kim, dank je. Ik heb ooit een rauwe hanenpoot gegeten. Huh? Dat lijkt niet voor Kim. Nee. Stoppen nou! Als ik ze stop, moet je stoppen! Potverdorie. Maar die uitspraak is niet van mij. Van wie is die wel? Van mij! Ja, zie je wel. Hier is Madelief! Jeetje! Wow! Hallo! Dit moet heel raar voor jou zijn. Ja. Want jij hebt jezelf echt nog niet gezien. Nee, helemaal niet. Alle spiegels zijn afgeplakt en ja. Zo. Vind je het spannend? Ja. Ja. Mari, hoe ging het? Hey, model in de dop, hè? Ja? Maar echt, je ziet er echt fantastisch uit. Ja. Bedankt. Wij zijn al heel enthousiast over je. Wil je heel kort even zeggen, of zullen we eerst haar laten kijken? Ze vinden het allemaal zo spannend. Laat even kijken, joh. Oké, ga even hier staan. Zo, blijf hier staan. Ja, wacht, ik pak even een lampje erbij hier. Zo, op. Zodat we je goed kunnen zien. Selfie light. Ja, selfie light. Die laat ik wel even voor wat het is. Dit is eigenlijk wel mooi. Oké. Ben je er klaar voor? Oh, spannend! Dit is jouw moment. Wow! Het is zo... Wow. Het is allemaal echt zo, maar de lieve zit geen... Er zitten geen kunsthaar in, dat is allemaal je eigen haar. Jongens, vinden jullie het mooi? Ja! Wat vind jij ervan? Ik vind het wel echt een makeover. Ja, ja, dat heel is heel cool. Politiek gezegd, maar vind je het ook mooi? Ja, ik vind het heel cool en heel mooi ook. Mari, wat heb je gedaan? Leg het heel kort even uit. Nou, we hebben natuurlijk het haar eerst een beetje geknipt, want het haar was natuurlijk allemaal één lengte. En als je het één lengte houdt, wordt het natuurlijk vrij zwaar, krijgt ze geen volume. Dus ik heb er wat laagjes in geknipt hiervoor. Inderdaad, want als het een staartje opsteekt, krijg je ook nog een plukje eruit trekken. En de make-up hebben we gewoon heel natuurlijk gehouden. Maar Madelief heeft natuurlijk hele lichte wenkbrauwen. Ja. En wenkbrauwen zijn natuurlijk heel belangrijk voor de uitdrukking. Die heb je een beetje geholpen, ja. Oh ja, wat goed. Die heb ik een klein beetje aangezet. En een beetje een glossje. Wat een highlightje. Oh my god. Ja, het is echt fantastisch. Je hebt bij haar ook niet... Heel veel nodig. Ze is natuurlijk al prachtig. Maar ze kan er absoluut meedoen. Ze sterkt het alleen maar. Ja. Is toch een model in de dop? Ja, absoluut.
Wat leuk dit. Wie weet over een paar jaar kan je je opgeven. Nou, ik vond het heel leuk dat je de moed had om mee te doen. Hey jij daar. Check snel de volgende video. En vergeet niet te abonneren. Check je later.